De Moesje. Krijgt hem weer terug. De Moesje. En hij gaat erin via Yildirim. De 2-1 valt dan toch nog. Het doelpunt van Attila Yildirim. Hij rondt deze aanval af. Perfecte assist van De Moesje. Yildirim staat niet buitenspel. En het verschil is dan toch nog gemaakt in de slotfase van de wedstrijd door Utrecht. Ja, 1 punt hier vandaan met 10 man. Dat zou echt zonde zijn natuurlijk. En als je toch die 3 punten pakt en nog de winden maakt, dan is het extra feest natuurlijk.